Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen snel, die helpt. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschillig bent. Goedemorgen, 5 VWO Wiskunde B. Welkom bij Wiskunde met meneer Snel. Vandaag bespreken we som 67 van hoofdstuk 11. En het gaat over een wedstrijd over 100 meter van een atleet tegen een paard. Een walgelijke som, maar ik heb een leuke optie op de grafische rekenmachine om de som net iets minder walgelijk te maken. Dus dat wil ik graag met jullie delen. We doen het even als volgt. Aan de linkerkant doen we de dingetjes die te maken hebben met de atleet. En aan de rechterkant doen we de dingen die te maken hebben met het paard. Dat zorgt ervoor dat ik in mijn notatie niet al te moeilijk hoef te doen. Oké, nou, de versnelling van de atleet, die is in de eerste 3,5 seconden een of andere formule. Dus A als functie van T is min 12 zevende T plus 6. En dat is dan voor t is kleiner dan of gelijk aan 3,5. En hij is 0 als t is groter dan 3,5. Want dan verandert de snelheid niet meer. En voor het paard heb je dat ook. A als functie van t luidt min 2 derde t plus 4. Als t is kleiner dan of gelijk aan 6. En als t is groter dan 6 is de versnelling 0. Want dan verandert de snelheid niet meer. Hè? Als de snelheid constant is, is de versnelling 0. Oké, nou. Nu moeten we op basis hiervan de snelheidfunctie van die dingen gaan opstellen. En de afstandsfunctie. En dan moeten we met behulp van die afstandsfunctie twee vragen beantwoorden. Dat is eigenlijk de som. Dus nou, hoe kom je aan de snelheidsfunctie van de tijd? De snelheidsfunctie van de tijd is primitiveren. Hè? Dus we primitiveren die min 12 zevende t plus 6. Dus dat wordt min 6 zevende t kwadraat plus 6t. Onder de voorwaarde dat t is kleiner is dan 3,5. Okay. Ik vind het trouwens wel erg... Nee, is goed. T is kleiner dan of gelijk aan 3,5. Ik noteer het even als 3,5. Het is compacter. Ja, en die 0 primitiveert. Als je 0 primitiveert, dan krijg je constante. Maar welke constante? Nou, kijk, die snelheid die moet op tijd zijn 3,5 natuurlijk hier hetzelfde zijn. En meneer, waarom hebt u die C hier onder het tapijt geschoven? Nou, het is een wedstrijd. Ze beginnen allemaal met snelheid 0 op positie 0. Als ik hier 0 invul, is de snelheid 0. Dus die C is inderdaad 0 in dit voorbeeld. Hoef er niet bang voor te zijn. Ik wil de snelheid berekenen op tijd op 3,5. Nou, dan doe ik hier V 3,5 is min 6,7 keer 3,5 kwadraat plus 6 keer 3,5. Dat doen we even in op de grafische rekenmachine. Dus min 6 zevende keer 3,5 in het kwadraat plus 6 keer 3,5. 10,5. Dus als t is groter dan 3,5 is de snelheid gewoon 10,5. En het is allemaal in meter per seconde, denk ik. Staat dat in de som? Oh ja. Deze tijd in seconde, a is de versnelling in meter per seconde. Oké, goed. Dus de snelheid hier is inderdaad in meter per seconde. Dit is voor t is groter dan 3,5. Oké, nou dit kunnen we nu nog een keertje primitiveren. Dus dan krijg je de afgelegde weg als functie van de tijd is... Nou, die 6 zevende, als ik die ga primitiveren, dan moet ik door 3 delen. Dus dan krijg ik min 2 zevende t tot de derde. Hoezo? Nou, t tot de derde spuugt een 3 uit bij differentiëren. Hè? Plus 3t... En dat is voor t is kleiner dan 3,5. En die 10,5 moet ik ook primitiveren. Dan krijg ik 10,5 t plus c. En dat is voor t is groter dan 3,5. Dus hoe bereken ik dan die c?
Nou, de afgelegde weg volgens deze formule op tijdstip 3,5 moet gelijk zijn aan de afgelegde weg volgens deze formule op tijdstip 3,5. Dus we gaan hier 3,5 invullen en kijken wat er gebeurt. Dus we berekenen S op tijdstip 3,5. Dan krijg je min 2 zevende keer 3,5 tot de derde plus 3 keer, oh hier moet een kwadraat, plus 3 keer 3,5 in het kwadraat. Weet je nog, 6t primitiveer geeft 3t kwadraat. Hier komt een getalletje uit, dat gaan we even uitrekenen. Dus min 2 zevende keer 3,5 tot de derde. Plus 3 keer 3,5 in het kwadraat. Geeft een afgelegde weg van 24,5 meter. Dus hier moet ook 24,5 uitkomen als ik voor tijdstip 3,5 invul. Dus nu wil ik dat 10,5 keer 3,5 plus c gelijk is aan 24,5. Oké, okay, dit is een vergelijking, die kan ik oplossen. Ik doe namelijk gewoon 24,5 min dit. Dus c is 24,5 min 10,5 keer 3,5. Oké, okay, dat is min 12,14. Dus de formule van dat paard, die C weet ik nu, die C is min 12,14. Nou, dit resultaat kan ik in de rekenmachine invullen met een kunstje. Want je ziet dat dit zijn eigenlijk twee functies. De ene functie doet het voor T is kleiner dan 3,5. De andere doet het voor T is groter dan 3,5. Maar er is een optie om dat in je rekenmachine te doen. Dat wist ik niet. Dat heb ik net opgezocht op internet. Omdat ik het vervelend vond dat ik niet wist of dat kon en hoe dat kon. Je gebruikt bij mat de optie piecewise. Piecewise is Engels voor stuksgewijs. We doen het met twee pieces. Zo. Namelijk het stukje voor 3,5 en het stukje na 3,5. Dan gaan we kijken of we dit kunnen invullen. Oké. Okay. Nou, de formule voor kleiner dan 3,5 was min 2 zevende x tot de derde plus 3 t kwadraat, hè? Maar we doen het hier met x natuurlijk, dus x kwadraat. En dit is onder de voorwaarde dat x is kleiner dan of gelijk. En kleiner dan of gelijk, dat zit bij test. Dan doe je second mat. En hier zit die, kleiner dan of gelijk, optie 6. Zie je dat? Oké, okay. En dat andere deel van die formule, dat is dan die 10,5x min 12,14. Gaan we even kijken of het eruit ziet zoals we verwachten. En dit is onder de voorwaarde dat x is groter dan 3,5. Dus ook weer second mat groter dan, optie 3, 3,5. Oké. Okay. Hoe ziet dit eruit? De x moet lopen van 0 tot 12, weet ik veel. De y is de afstand, die moet lopen van 0 tot 100. Want er was een wedstrijd over 100 meter. En als we dit gaan tekenen, dan zouden we moeten zien dat er iets gebeurt bij die 3,5. Want vanaf 3,5 blijft de snelheid constant. Oké, okay, ik vind mijn assenindeling een beetje apart. Ik ga heel even kijken wat mijn assenindeling is. Dus je ziet hier, de x-skul, dat is iets met pi. Ik zet de x-skul gewoon op 1. 1 stapje per eenheid. En de y-skul, die zet ik op 10. Dus per 10 meter een stapje. En dan ziet het er een stuk natuurlijker uit. En je ziet inderdaad hier ergens gaat hij met een constante snelheid. Zie je dat? Dit sluit aan bij het verhaaltje wat we net hadden. Dus van 0 tot 3,5 seconden heeft hij een versnelling. En vanaf daar gaat hij met constante snelheid lopen. Dat hou je trouwens niet lang vol. Maar het is een atleet, dat heeft het goed geoefend. Nou, dan moeten we dit verhaal ook doen voor het paard. Daar waren we al aan begonnen. Maar daar komt hij. Dus. Dus v als functie van t is gelijk aan die primitiveren. Dat geeft min een derde t kwadraat. Ja, omdat die 2 valt weg, want die krijg je toch terug als je gaat differentiëren. Plus 4t. Over de beginvoorwaarden hoef je geen zorgen te maken, want als je voor 0 invult voor t is de snelheid 0. Dus c is hier gewoon 0. Als t is kleiner dan of gelijk aan 6. En die nul primitiveren, dat geeft een constante.
Welke constante? Nou, als ik hier 6 invul, dan moet ik dezelfde snelheid hebben. Dus als t is groter dan 0, wil dat deze formule dezelfde snelheid geeft in punt 6. Dus dan ga ik die 6 invullen. V 6 is min een derde keer 6 kwadraat plus 4 keer 6. Kunnen we dat uit ons hoofd? 6 kwadraat is 36, min een derde min 12. En plus 4 keer 6. Maar 4 keer 6 is 24, dit wordt gewoon 12. Dus die snelheid van het paard is, Renzo, 12. Oké. Okay. Nou moeten we ook nog de afgelegde weg van het paard gaan berekenen. Dus dan gaan we nog een keer primitiveren. S als functie van t geeft, min een derde t kwadraat primitiveren, dat geeft min een negende t tot de derde. Want die tot de derde, als ik die eruit haal, dan gaat het keer een negende en dan krijg je die min een derde terug. Plus 2t kwadraat. Als t is kleiner dan of gelijk aan 6. En we moeten ook die 12 primitiveren, dat geeft 12t plus een constante. En dat heb je als t is groter dan 6. En die constante moeten we dan weer uitrekenen. Maar dan moeten we eerst kijken wat de afgelegde weg is op tijdstip 6. Dus daar komt die. S6 is min 1 negende keer 6 tot de derde plus 2 keer 6 kwadraat. Oké. Nou, misschien kunnen we dit wel uit ons hoofd, maar daar hebben we geen zin in. Dus we doen min 1 negende keer 6 tot de derde plus 2 keer 6 kwadraat. Geeft een afgelegde weg van 48 meter. Oké. Okay. Dus deze formule, dan moet 48 uitkomen als je 6 invult voor t. Dus dan krijg je 12 keer 6 plus c is 48. Dus c is 48 min 12 keer 6. Zo. En dan krijg je min 24. Dus deze formule is 12t min 24. Nou, dan gaan we die ook invullen voor i2. En dan kunnen we gewoon kijken wanneer het paard wordt ingehaald of wanneer er wordt even gebeurd. Ik weet het niet. Dus dan doe je mat piecewise. Dat is een leuke methode. Met twee pieces. Het eerste piece is dan die min 1 negende x kwadraat plus 2 x kwadraat. Of min 1 negende x op de derde, sorry. Dus min 1 negende x tot de derde plus 2 keer x kwadraat. En dat geldt als x is kleiner dan of gelijk aan 6. En klein of gelijk, dat was in test second mat. Zo. En dan die andere formule. Dat was die 12t plus c. Dus dat wordt 12x. Min c, of min 24, hè, plus c, want c was min 24. En dat geldt als x is groter dan 6. En groter is optie 3. Zo, gaan we die ook tekenen. Dus je ziet dat het paard wat langzamer van start gaat. Maar op een gegeven moment haalt hij de atleet in. En dan is hij eerder bij de 100 meter. Zie je dat? Oké, nou als je niet je rekenmachine hebt. En als je niet zo'n stuksgewijze functie kan plotten, dan is dit een rotsom. Dit is een verschrikkelijke rotsom. En ik heb hem wel eens besproken en het was helemaal niet zo leuk. Maar nu hebben we gewoon die twee grafieken. Nu kunnen we de vragen beantwoorden. Vraag A. Wat is de maximale voorsprong van de atleet op het paard? Geef je antwoord in decimeter nauwkeurig. De maximale voorsprong. Dan moet je dus doen de grote min de kleine. Dus dan pak je hier gewoon I3. I3 is I1 min I2, vars I vars function I1 min vars I vars function I2. En dit ding is een keer maximaal. Nou, kijken. Ja, daar zit het maximum. Dus dan doen we calc maximum op de, met de zwarte. Dus even wachten tot hij klaar is met tekenen, want er zit ook nog wat onder de x-as. Calc maximum, som 4, psi 4 bedoel ik, van de zwarte.
Dan moet je hem links van het maximum zetten. Dan moet je hem rechts van het maximum zetten. Zo. Moet je op het maximum zetten ongeveer. Enter. En dan zegt hij... op tijdstip 3,87 nog wat... was de voorsprong 4,87 meter. Mooi, hè? Nou, stel je eens voor wat een gesodemieter dit is... om het zonder grafische rekenmachine te doen. Daar word je niet blij van. En de mensen die het hebben geprobeerd... zoals ik had gevraagd, die weten dat. En de andere mensen die moeten het van me aannemen. Oké, B. Wie wint de wedstrijd? Nou, het paard. Want het paard is als eerste bij 100. Want ik had het window zo ingesteld dat bovenin het beeld is 100. Met hoeveel seconden voorsprong? Nou, dan moet je dus uitrekenen wanneer het paard bij 100 zit. Dus dan voer je ook nog even 100 in. Zo. Dan gaan we weer tekenen. Dan tekent die bovenin beeld die 100. En dan gaan we kalk intersecten. Dan gaan we de blauwe kalk intersecten. Met de roze, hè? Eigenlijk, ja. Blauw met roze intersecten, dus enter. En dan moet ik hier de roze selecteren, zo, met second curve. En dan krijg je een tijdstip eruit, 10,69. Dat sla ik even op, in A. En dan gaan we ook second trace intersect doen van de rode met de roze. En daar komt uit 10,33. Dus als je dan het verschil wil weten, doe je die A min die X. En het verschil in tijd is 0,35 nog wat seconden. Yay! Dus als je dit zonder grafische rekenmachine moet doen, is verschrikkelijk. Dan is het veel moeilijker om inzicht te krijgen wat er helemaal gebeurt. Maar gelukkig hebben we een grafische rekenmachine en kunnen we het redelijk makkelijk doen. Wil iemand hier nog iets over kwijt? Echt niet? Oké, nou dan sluiten we nog even af. Dank jullie wel voor de aandacht. Tot de volgende keer. Dag. Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen, snel die huil. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft. Hij kan zien als je het overschrijft. Meneer Snel, bro, ja dat is een feit. Fabio of universiteit. Meneer Snel, die zorgt dat jij bereikt. Tienen halen, je zou niet gaan vallen. Deze les is gratis, je gaat niet betalen. Om meneer Snel fout niet te haten. Vertel je moeder of vertel je vader. Ja, dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen, snel die huil. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft.